Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En volgens mij heb ik dit al gezegd, maar dat maakt niet uit. Dan zeg ik het nog maar een keer opnieuw, hè. Dan heb ik het zeker gezegd. Nou, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben weer eens naar de kringloop geweest. Ja, en dat had ik al heel lang afgesproken met kringloopvriendin. We zouden een keer naar Turnhout gaan. Nou, deze keer zei ik van nou, tijd. Nou ja, zij had tijd, ik had tijd en wij dus. Gisteren was op een woensdag, zijn we naar de kringwinkel WIP in Turnhout zijn we daar geweest. Nou, dat is van Breda, is dat iets van een, ja, ruim een half uur. Ja, 40 minuten of zo, maar maakt niet uit. Dat hebben wij niet gemerkt, want wij zaten gewoon te kwekken onderweg, dus was niks aan de hand. Maar een grote winkel, een heel groot parkeerterrein, maar er waren volgens mij nog wat bedrijven bij. En je kon daar ook, er was een soort lunchroom was daar ook bij. Dus je kon daar eigenlijk wel van alles doen. Maar het was een soort industrieterrein. Maar een grote winkel, één op de begane grond eigenlijk, zeg maar. Dus geen boven. En dan beneden had je dus, aan de voorkant had je dus potjes, dingen, serviesgoed. Oh, ik heb toch iets leuks gekocht, ja. Oké, ik laat het allemaal zien ook. Zo leuk, zo leuk. Maar in ieder geval, heel erg leuk. Dat soort dingetjes, dat schilderij. Ik had een paar leuke schilderijen gezien. En die had ik ook al in het mandje gedaan. Maar dan dacht ik, ja, waar heb ik schilderijen voor nodig? Ik heb er nu eigenlijk toch genoeg. En ik heb er nog een paar liggen. Dus dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. En toen, ja, de meubels en zo. Dus we hebben alles bekeken. En kussens en gordijnen. En nou ja, oké, van alles. Gewoon en sieraden en zo. En meubels. Dat was eigenlijk ook, ja, gewoon. Niet echt heel bijzonder. Maar toen kwam ik bij de kledingafdeling. En in eerste instantie leek het mee te vallen. Maar in tweede instantie, ik weet het, nou ja, we beginnen maar. Maar eerlijk gezegd, en wij zijn alle twee heel bedreven kringlopers. Ik zeg, waar beginnen we hier? Wat een hoop. Ongelooflijk veel. En alles was standaardprijzen. Er dus ging gewoon in jurk geloof ik 5 euro, een jas 5 euro, een broek 3 euro. Ja, ik weet het niet meer precies. Rok ook geloof ik ook 3 euro. En ja, het was eigenlijk bijna allemaal 3 euro, behalve een jurk of een jas of zo, zoiets. Ja, en toen, ja, dan gaan we maar kijken, hè. Dus gaan zo'n beetje kijken. En na een half uur hadden wij allebei zoiets van, nou, we zijn helemaal versleten. Dus dan zijn we eventjes op een bankje gaan zitten, daar gewoon. Tussen de meubels zijn we op een bankje gezeten. Dus zijn we nog een keer gegaan. Het was echt ongelooflijk veel. Vooral veel. Dan rijen met broeken. Echt heel veel broeken. En ja, daar heb ik niet veel mee. Ik heb uiteindelijk wel een broek gevonden. Want die had kringloopvriendin gevonden. Maar voor haar te groot. Dus nou heb ik hem. Dus ja, dan kom je toch wel. Maar er was vooral heel, heel, heel veel. En shirtjes ook heel veel. En tas, wat dat betreft, shirtjes, blousjes waren op kleur gesorteerd. Waren heel gek weinig jasjes, colbertjes bedoel ik. Maar ja, jullie zien hier al een jas hangen. Dan zijn we daarna zijn we nog even naar de Emmaus geweest. En toen heb ik dus een winterjas gekocht. Ja, het was ook zo raar weer. Dan was het zomer. Ik zei, het is heel mooi weer. Dus dan zeg ik, nou, we hoeven geen jas aan naar buiten. En staan we buiten, gaat het hagelen. Dus ja, ik vond, en eigenlijk ook omdat ik mijn winterkast aan jullie had laten zien. En ik zag heel veel donkerblauw. En ik zag deze jas. En ik denk, ja, die is leuk. Dus dat is alvast het eerste. Die heb ik dus gekocht. Nou ja, oké. Ik ga jullie de rest ook even zien. Ik verzamel het eventjes. Want het is echt veel. Ja, normaal gesproken gaat het altijd zo staan dat jullie mij helemaal kunnen zien. Maar nu wil ik eigenlijk dat je alleen de jas kunt zien. Want ik heb nu de dierenprint rok heb ik er aan. Ik heb het gewoon even aangetrokken. Maar ik vind deze jas zo heerlijk. En het was misschien ook omdat ik in de kast alle donkerblauwe jassen zag hangen. En echt heel leuk. Hele mooie jassen. Super blij mee. Maar dan zie ik dit ding en dit is een beetje gek. Eerlijk gezegd, hij voelt als nieuw. Voelt alsof er niet of bijna niet gedragen is, voelt het. Maar ja, gewoon een heerlijke jas. En als je dan dit koude, grauwe weer zit, kun je hem echt best nog wel hebben. Maar gewoon zomaar heel leuk. En voor mij zit echt een jas voor erbij. Zo'n korte, of relatief korte puffer. Hij is net over mijn billen. Deze lengte is hij. Maar zo'n korte puffer is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Het is een hele praktische jas, waardoor de kleur, als hij donkerblauw was geweest, had ik hem nooit gekocht. Of donkerbruin of zo, had ik nooit gedaan. Maar door de kleur, ja, ben ik hier toch wel heel erg weg van. Dus, vandaar eventjes deze jas. Nee, het kapotte meneer.
Misschien eerst bij de meisjes zitten. Ja, is goed. Ik kom eraan. Vriendin die ze potjes voor op de vensterbank om haar tomaten en wat voor planten dan ook in te doen. Kijk eens hoeveel ze er gevonden heeft. Allemaal 50 cent per stuk. We zijn even aan het uitrusten. Kijk, een volle mand. Kringloopvriendin en van mij zitten er ook tussen, spullen tussen. En op de rollator ligt ook nog een heleboel. Dus het is in ieder geval voor ons de moeite waard geweest om hier naartoe te komen. Kijk, en ik heb misschien geen kleren nodig, ik weet het. Maar jullie zagen ook, mijn kast is niet overdreven vol. Dat viel mij zelf namelijk ook op, dus ik denk, er mag wel wat bij. Nou, oké, we hebben dus van alles gevonden. En ik zet het zo ook op de pasbox, zodat ik het ernaast kan zetten. Ik heb gevonden, weet je, heeft Kringen ook vriendin voor mij gevonden. Een lange linnen blouse met degradé. En van OOTD, Parisian and Urban Wear. Ja. Gewoon een heel leuk ding. Voor als het mooi weer wordt. Hè? We zijn gewoon bezig voor als het mooi weer wordt. Want ja, anders dan weten we het niet. Ik leg nu alles gewoon op de grond. Want ja, het moet allemaal nog gewassen worden. Dat is van gisteren, dus jullie weten het. Dus ik heb hier een soort topje. Het is een groot topje. Maar ik denk dat vooral in de zomer dat heel lekker is. Een gebroken wit. En het is van Giannini. Even kijken of daar een maat in staat. Nou, het is viscose. Het is in Italië gemaakt en voor de rest staat er geen maat in. Nee, staat geen maat in, maar het is niet klein, dat zie ik ook. Ja, deze die had ik eigenlijk gevonden voor kringloopvriendin, maar ze wilde hem niet. En ik denk, oh, maar ik vind hem leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Ik val toch wel op dit soort dingen. Deze is van de Zara. Een M. Ja. En volgens mij is hij groot, zat en kan ik er gewoon in. Maar ik vond hem in ieder geval super leuk. Ik vond een vestje. Ook een viscose vestje. Voor als het dan toch een beetje koud is. Ik weet ook niet, staat volgens mij niks in. Ja, wel het viscose is, ja. Het is viscose, maar er staat geen maat of zo in. Want dat is er allemaal uitgehaald. Maatmerk is eruit gehaald, maar hier kan ik gewoon in. En ja, dat vind ik ook altijd een hele mooie kleur. Ik heb twee van dit soort vestjes gevonden. En ik kon niet kiezen. Dus toen dacht ik, ja, voor €3 neem ik ze allebei mee. Dit is ook een viscose vest. Het staat van Green Eyes. Een XXL, dus dat is een 44. Maar ja, ook een mooie kleur. Ik heb een rok. Een rok gevonden van Deborah, made in Belgium. Het is een 48. Ik heb niks gepast, hè. Ik heb gewoon niks gepast. Ik heb het gewoon allemaal zo mijn nek gedaan en verder niks. Maar dit, ja, het is ook wel leuk dat je dan dit soort kleuren ineens hebt. Dus niet in de rode kant, maar aan de blauw-groene kant. En deze vind ik ook wel echt heel leuk. Dus ja, nou ja, hier ben ik ook blij. Ik zal het zien, hè. Ik ga in ieder geval wel een paar setjes laten zien. Ik zal niet alles kunnen laten zien, want anders dan duurt dit filmpje een uur. Minstens zou ik zo'n beetje denken. Ik heb hier ook een broek gevonden. En ja, het merk is eruit geknipt. En het materiaal of zo. Of het is van Jessica, het is er niet uitgeknipt. Er is wel iets uitgeknipt, maar het is van Jessica. Het is van CNA. En het is gewoon zo'n viscose broek. Maar het is wel een leuke. Dus, nou ja. Die heb ik gevonden. Ik heb een topje gevonden waarvan ik dacht, ja, dat zal ik er eens mee doen. Maar omdat het toch een leuk topje was, dacht ik van die doe ik eens. En er zit elastiek hier. Zo, en er zit aan de achterkant ook, dus niet helemaal, maar zo'n stukje van voor en van achter. En deze is van Your Sixth Sense, dus dat is ook van Sena. En deze ziet en voelt als nieuw. Want ook al was je het één keer, dan zie je het eigenlijk al, maar niks aan te zien. Echt helemaal niks. Ik heb hier een... ik zeg geen tijgerprint meer of zo. Ik zeg gewoon een dierenprint. Een dierenprint rok gevonden. En wat... Dit was volgens mij in 44. Waar zie ik dat nou staan?
We hadden het uitgezocht. Het is van Poels met een heleboel O's. En ja, dierenprint dingetje er nog aan. Maar we hadden ergens uitgezocht dat er 44 was. Oh, tuurlijk, dat hebben we aan de zijkant gezien. Ja, 44 en even kijken, viscose. De viscose, maar hij is wel heel leuk. Tenminste, ik vind hem heel leuk, hè. Maar het is ook zoiets van, kijk, in de zomer draag ik graag lange rokken en zo, want dat is makkelijk. Dan hoef je geen panties aan te trekken, want panties reageer ik ook niet zo goed op. Dus, en blote benen, ja, dat heb ik al eens meer gezegd. Ik vind dat zelf niet zo heel mooi. En als ik natuurlijk 3 weken in Spanje kan liggen aan het strand, en dan heb ik ook hartstikke mooie bruine benen, maar dat gaat niet. Dus, nou ja, oké. Ik kon niet zo makkelijk aan de bruine benen, zeg maar zeggen. Of ik moet dat benen bruin. En elke keer denk ik het en dan vergeet ik het toch weer, maar oké. Oké, dit is mijn nieuwe rok. Ja, €3 dus van de kringwinkel. Heerlijk. Het is een soort nep overslag, want het is wel een echte overslag, maar hij zit hier vast. En hij is lang en het is viscose. Daarop een truitje van Typhoon, ook van de kringloop. Een ketting uiteraard van de kringloop. En jasje van Think Twice. Een sjaal die ik wel gewoon heb gekocht, een hele mooie. Van de Bijenkorf heb ik die ooit gekocht. En daar ben ik echt heel blij mee. En laarsjes die ik ook nog niet aan heb gehad, eerlijk gezegd, maar die ik pas geleden heb gekocht. En waar ik ook heel blij mee ben. Ja, ja, ik vind dit mooi. Het kost natuurlijk niks, hè. €3, een shirtje, denk €2, rok €3. Ja, die ketting was dus duur, maar €25 was die ketting. Dus ja, dat heb ik aan voor €35 of zo. Ja. Ja, daar hebben we het nergens over. Maar het is vooral dat het gewoon leuk is. Leuk is. En dit is wat ik nu met dit weer ook gewoon aan kan. Dus blij mee. Hier heb ik nog een topje. Echt een roomwit topje. Ook een viscose topje van, ik kan niet zeggen, even kijken, Fundamentals. Maar ik kan het niet goed lezen wat het is dan, Fundamentals. In ieder geval, één topje. Kijk, dat zijn van die, ja, dat noemen ze dikwijls staple pieces, zo van die kun je in stapels kopen, omdat het, dat je dat zo makkelijk draagt, van dit soort topjes. En ja, kijk, en nog één, ja, dit is ook gewoon viscoosachtig, hier is alles uitgeknipt volgens mij, maar dat voel je ook, je voelt het. Ja, het is een L, dat is het enige wat er niet is uitgeknipt, de rest is er allemaal uit, ja. Ja, dat snap ik niet goed, maar oké, maakt niet uit. Ja, en ik vond deze erg leuk. Ook van CNA. Kijk. Ik vind echt een heel leuk visje. Ik vond hem echt superleuk. Ik vond de kleur erg mooi, dat het zo licht is. En dit is ook viscose of katoen. Eens even kijken. Het is, ja, staat hier M, maar er staat erbij 4244. Dus het is een beetje onduidelijk. Ja, viscose. Het is een viscose en daar zit nog zo'n kaartje aan waar je dan moet ik wel uitknippen. Anders ga je piepen in de winkel. Maar oké. Dus deze vond ik wel heel leuk. Nou, die had ik dus gevonden in de kringwinkel in Antwerpen. Of sorry, in Turnhout. En even nadenken wat ik daarvoor. Ja, volgens mij was ik ook letterlijk €3 per stuk kwijt. Nou ja, het zijn. Ja, 12 stuks. Geloof ik. Ja, 15, 12. Nou, in ieder geval, ik zal zo meteen laten zien wat ik nog meer had gekocht daar. Want dat is echt zo leuk. Maar ik was ook bij Henkie geweest. En ook met kringloopvriendin gewoon, goh, we gaan even bij Henkie kijken. Toch nog kleding gekeken bij Henkie. En vind ik hier een soort van sjaal, vind ik hier. Roomwit met kant erin. Ja, het is echt wel een heel mooi ding. Zo'n ding wat je inderdaad draagt in de zomer. Nou, daar is alles uitgehaald, volgens mij. Maar er hangt nog zo'n dingetje aan van Twinset. Dus dit is een hartstikke duur ding geweest. En ik denk, ja, ik haal bij sjaals, vind ik het soms vervelend, maar haal ik ook dikwijls de kaartjes eraf. Oh nee, wacht even. Er hangt hier wel iets aan. Oh ja, Twinset. Waarom? Kijk, dan hebben ze het onderste stuk afgehaald en het bovenste stuk is er nog. Simona Barbieri. Ja, maar echt heel mooi. Ik denk dat dit linnen is.
Misschien katoen erin, maar ik geloof het eigenlijk niet. Dit is gewoon linnen. En het is echt, echt een heel mooi ding. Wat ik hiervoor betaald heb, €1, €2. Meer niet hoor. Meer niet. Kijk, het is ook nog een hartje. Een soort van hartje. Kijk eens wat leuk. Dat kant is toch echt prachtig. Ja, ja ik ben hier weg van. Vond het echt heel erg leuk. En toen, ja, ik zei het al. Toen ging ik, want Henkje waren we eerder geweest. Ik heb nog iets van Henkje, laat ik zo even zien. Maar toen gingen we ook nog eventjes naar de Emmaus. Ja, je kunt maar ergens zin in hebben, hè. En we hadden dus echt zin om een hele dag te kringlopen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Dus we zijn gisteren nog even naar de Emmaus. Gisteren heb ik dit shirtje gevonden bij van New Collection. €3,50. Bij de Emmaus hangt er alles aan. Dat is altijd wel heel erg prettig. Dit is ook viscose. Je ziet toch echt heel veel viscose. Ik heb het gevoel dat ik vorig jaar ongeveer bedolven werd onder de polyester. Echt heel, heel, heel veel. Of een paar jaar sowieso al. Maar hier heb ik het gevoel van, hey, nu komt er meer viscose. Want hier heb ik ook, en eerlijk gezegd ziet deze eruit als nieuw, een viscose trui gevonden. Kijk, ja, dat is ook mooi. Ja, er moet iets lichts onder, hè? Dat weet ik. Maar het is ook echt zo'n hele mooie trui. En daar heb ik €5 voor betaald. Dat is best wel duur, hè, voor de Emmaus. Maar ja, er staat viscose. Staat er verder geen maat in of zo. En alles is er hier ook uitgeknipt. Dus ja, dat snap ik wel. Ja, maar in ieder geval niks, helemaal niks aan te zien. En een hele mooie trui. En ja, het laatste. Ja, is eigenlijk ook wel heel leuk. Bij Henkie. En dit is echt vintage. Dit is super vintage. Dit is een jas. Kijk, je ziet het ook al aan het merkje. Ik denk dat deze jas uit de jaren 80, denk ik. Tweede helft 80 zou ik denken. Begin 90, maar ik denk eerder tweede helft 80. Die kleur, de vorm. Ja, net moet je ook. Ja, ik zeg het ook altijd tegen jullie. Hè? Van, je moet niet kijken naar de maat, maar je moet kijken naar de vorm. Dus wat Edith altijd zegt, shop the shape. Ze heeft zo groot gelijk. Want ik wil het jullie echt laten zien, dus ik moet het even opzoeken. Ik vond op een gegeven moment vond ik de maat. En toen had ik echt zoiets van, ja, nou, jullie zijn gek. Ja, ook leuk. Nou, ik kan het niet meer bewijzen. Hij zit erin, hoor, maar dat duurt het misschien heel lang voor. Oh, nee, het duurt niet zo heel lang. Ik heb hem gevonden. Ja, je zult het niet geloven. Het is, ik hoop nu dat je het kunt zien. Het is een maat 36. En ik heb echt 2,44 hoor. Maar het is echt een maat 36 die ik hier heb. Ja, viscose ook. Viscose en een beetje polyamide zit erin. Ik mag hem niet zelf vasten, dus ik zal hem naar de stomerij moeten brengen. En eerlijk gezegd vind ik dat het ook wel waard. Dat ik echt zeg, het is namelijk een hele leuke jas. Ja, een zomerjas. En ik weet het, je hebt in principe niet veel zomerjassen nodig. Maar aan de andere kant, ja, ik vond hem leuk. En ik denk dat ik er €3 voor betaald heb. Nou, voor die €3 wilde ik dat best wel. Dus ik heb echt leuke dingen gevonden. Maar ik heb nog meer. Ja, dit is mijn jas. Is hij niet echt geweldig? En wat 36, dus ik heb het expres, heb ik hem dicht gedaan. En je ziet het, ik heb nog heel veel over. Dus dit was de tijd dat alles enorm oversized was. Dat zie je ook wel. Maar het is toch eigenlijk een geweldige jas. En alles moet nog gestampt worden en zo. Dus het is nog een beetje gekreukeld. Want ik denk dat hij lang in een tas of in een zak heeft gezeten. Maar de moeite waard, want ik ben hier heel blij mee. Nou, ik zal hem even uittrekken. En dan kunnen jullie zien wat ik er onderaan heb. Want ja, heb ik ook weer iets aan dat ik gisteren heb gekocht. En dat is de broek. Even kijken. Kijk. Kijk, je ziet ook aan de jas. Hij is half gevoerd. Dus echt alleen de bovenkant. En daar zitten ook soort vliegtuigjes of zo zitten erop. Ja, het zijn vliegtuigjes. Met CM erop. Nou, oké. Leuk. Het is een leuke jas. Ik ben hier ook echt blij in. Kijk, ik gooi eventjes de jas op de stoel. Nou, dit heb ik er dus onderaan. En een broek. Een broek van CNA. Ook, ja, kijk, zodra ik broek heb, ga ik er met mijn zakken ga ik erin houden. Dat is ook misschien niet altijd slim, maar oké. Ik heb daaronder heb ik een jasje wat ik een paar maanden terug heb gekocht in Sprundel. Nee, Sundert. Sorry, ik zeg het verkeerd. In Sundert. En het sjaal die komt van
Hudson's Bay. Dus die heb ik echt gewoon gekocht. En onder dit, ja, normaal doe ik dat dus gewoon niet open, maar heb ik het vestje met de dierenprint, ook van Sena, heb ik hieronder. En ik heb de mouw opgestroopt. Iemand die zei tegen mij, soms zijn je mouwen zo lang, waarom doe je ze niet met de mouw ophouden? Nou, die heb ik dus, dat heb ik gedaan. En dan heb ik dus nu, heb ik dit aan. Kijk op je zakken. Ook weer zo heerlijk om zo te doen. Dus dit is eigenlijk mijn outfit van nu. Kijk, je ziet, als ik het zonder sjaal, is het echt zoveel saaier. Zoveel saaier. Maar met sjaal, dan vind ik het toch echt wel heel erg leuk. Dus vandaar is dit ook weer een outfit. 11 euro plus de sjaal. Dat weet ik niet meer hoe duur die was. Maar het is wel een hele mooie sjaal. En plus de sjaal is gewoon een najaar kun je het uittrekken. En die jas ook iets van 3 euro of zo. Ja, zoiets. Ja. Dus nou ja, dan kun je het uitrekenen. Het heeft niet veel geld gekost, maar ik vind dit toch best wel heel erg leuk. Nou, dit wordt een kwestie van je houdt ervan of je vindt het echt verschrikkelijk. Ik heb een koffiepotten. Setje gekocht met gouden kopjes en ook gouden schoteltjes. Ja, het is nog niet helemaal uit elkaar, maar ik zal een foto bij doen uiteraard. Ik heb een kannetje erbij. Ja, ik heb hier dus 6 koppen en schotels plus de kan en het melkkannetje erbij. Echt helemaal geweldig. Ik vind het leuk. Ja, het is te zot. Ik weet het. Maar tegelijkertijd, het spark joy. En ik ga voor het spark joy. Nou, als ik, en weet wat ik daarvoor kwijt was? Echt, dat geloof je niet. Ik zei het al, het is niet duur. Het is echt niet duur. Voor het volledige setje, ik zet er even een foto naast. Voor het volledige setje was ik 8 euro kwijt. Ja, voor die 8 euro, ja. Ja, iets wat zoveel vreugde geeft. Nou, dat wil ik dan wel hebben. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Heel erg leuk. Ja, en het was een geweldige kringloopweek deze week. Want ik heb ook bij Henkie, heb ik nog een nieuw tafeltje gevonden. We hebben naast de bank, en dat hebben jullie al eens gezien, we 2 van die houten stoeltjes staan voor de kleinkinderen. Maar de kleinkinderen, de oudste, die wordt 11 in augustus. Dus ja, en de jongste wordt over een paar weken 9. Die zijn eigenlijk niet meer voor die stoeltjes. Dus die stoeltjes, die gaan naar mijn zus. Die heeft 2 kleine kleinkinderen. Dat weet ze nog niet, maar daar is ze vast heel erg blij mee. Maar dan heb je daar een soort gat. En ik denk, het is leuk om naast de bank een tafeltje te hebben. Nou, en ik had dat eigenlijk gezegd tegen kringloopvriendin. Het is niet dringend. Ja, natuurlijk, de eerste keer dat ik bij Henkie kom, denk ik, dat is een leuk tafeltje. Dus ik laat het leuke tafeltje zien. Maar waarschijnlijk kan ik het in dit filmpje nog niet echt stylen, want het moet nog echt gestyled worden. En ik heb vandaag tijd om dit filmpje te maken. En dan morgen heb ik nog een afspraak. En dan verder dit weekend kan ik dat misschien doen. Maar ik denk niet dat het helemaal lukt om het goed af te stylen. Maar dat krijgen jullie dan volgende keer te zien. Maar krijgen jullie nu alvast een foto van het tafeltje te zien. Hoe het dat uitziet nu. En er staan de stoeltjes dan er ook nog op. Maar voor de rest komt het goed. Nou, dat was het weer voor deze week. Heel veel kringloopavonturen. Tenminste, in mijn ogen heel veel kringloopavonturen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dank jullie wel voor de duimpjes, voor de likes, voor de ongelooflijk leuke, aardige, lieve commentaren die je krijgt. Dus echt, ben ik heel erg blij mee. En ik zie jullie graag volgende week weer terug in zo goed mogelijke gezondheid. En hopelijk met een beetje mooier weer. Want het is nu toch wel erg koud, maar ja, oké. Niet klagen. Blij zijn dat het voor de rest allemaal goed gaat. Dus ik zie jullie graag weer. Dag!